omstandigheden te spelen. Goed. Ja. Dankjewel dat je er was. We gaan naar de 80 seconden. U weet het, elke dag vragen wij een van de makers van Oerol om speciaal voor Opium een item van precies 80 seconden te maken. Vandaag een optreden van iemand die vroeger graag bioloog wilde worden. Nu is hij componist en is de natuur nog altijd een grote inspiratiebron. Deze vogelkenner speelt voor ons zijn eigen vogelimprovisatie. Hij zat hier net nog op de bank. De 80 seconden van Sietse Bruksma. Hoe is het met de verbinding met botten? De 80 seconden van Sietse Bruksma. Je hebt alle meeuwen weggejaagd, dat zie je wel. Ja, maar hoe deed je dit? Want het klonk alsof je een volledige volière bij je had. Maar dat is een bak met allemaal dingetjes. Kippenhok, ja. Nee, dit is dus een loopstation. Dus ik maak een geluidje en ik kan het tegelijk opnemen en afspelen. En dan bouwt het zich langzaam op tot een cacophonie. Zeg maar, waarom ben je nou niet gewoon bioloog geworden? Wat was er nou niet leuk aan bioloog zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik op een gegeven moment ging ik een drumstel bouwen. Mijn vader was slager. En toen had ik toen ging ik allemaal van die blikken uit de slagerij een drumstel bouwen. En toen escaleerde dat eigenlijk. Zo is het eigenlijk gegaan. Nu is er geen weg meer terug natuurlijk. Nee, daarom. Nee. Dit instrument maak je ook gedeeltelijk zelf? Want zo'n loopstation, dat is gewoon hogere elektronica. Maar beschrijf eens een van die dingetjes die hier... Wat is dat bijvoorbeeld met die fietsband? Of is dat geen fietsband? Ja, dit is een fietsband. Ik heb hem wel gekocht hoor. Dit zijn eigen Sven spreeuwen. Ja, dit is uitgevonden door andere mensen. Maar ik bouw zelf ook instrumenten dus ook voor het Vierbelin, verschillende dingen. Hier zijn dan niet instrumenten die ik echt gebouwd heb. Maar bijvoorbeeld dit is natuurlijk... Dit zou een vogeltje kunnen zijn, het is gewoon een bout met een stukje hout. Beetje olie en het vogeltje is dood. Precies. Nou, prachtig, hartstikke mooi. Zeg, waar kunnen we jou nog bewonderen komende dagen met jouw voorstelling, waar we het straks natuurlijk over gaan hebben? Mm-hmm. Ik speel elke dag om 9:45 bij de Wierschuur. Daar staat mijn hele stallage. En dat is elke dag. Ja.